Hi, vandaag gaan we het eens een keer hebben over dobbelbresten, pakken, jasjes, colberts. Is je eigenlijk de afgelopen 2-3 jaar steeds meer, om heel eerlijk te zijn, afgelopen jaar meer dobbelbresten gemaakt dan singlebresten? Dan is het natuurlijk zo dat veel mensen bij ons komen, omdat we bespoke werken, loos bespoke tering, logisch. Dus kan je niet in de winkel kopen, dan kan dat vaak een reden zijn om deze kant op te komen. Ik denk dat het toch een beetje komt door series als Peaky Blinders. Ik zou het niet weten, maar dobbelbresten zie je steeds meer. Dus laten we er eens kort overheen gaan. Wat is eigenlijk dobbelbresten? Heb je normaliter een jasje of colbert aan, dan zit de sluitknoop, als het goed is, in het midden. Dat heet single-breasted. Dobbelbresten, dan zie je dat dit het midden is en dan gaat die flap over het midden heen. Trouwens, voor heren is dat dus links over rechts. Voor dames is dat rechts over links. Geldt ook voor overhemden. Dit is eigenlijk de meest klassieke dobbelbrested colbert die er is. Je ziet hier een puntrever, peak lapel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 knopen. Vragen we niet waarom deze dingen hier zitten. Heel sexy wordt dat zo'n beetje. Dus daar zie je ook varianten op. Dit is echt een zomer outfit. Well pockets. Deze heb ik laten maken toen ik 18 was. Blijkbaar de smaak van een hele oude man toen de tijd. Of ontzettend klassiek. Ik weet het niet. Pas hem niet meer. Dus vandaar ik wat anders aan heb. Achterzijde zie je hier een single split. Zo hoort dat dan eigenlijk heel klassiek, maar ik hou er niet echt van om te zeggen zo hoort dat, want dat haalt je vrij de creativiteit weg. Dus dit is de meest klassieke double-breasted, dat heet dan een 6x2, dus 2 knopen van 3, 6 knopen totaal. Laat je even de andere variant zien, die je in de basis hebt, want je hebt steeds meer varianten of manieren van dragen. Dus vroeger moest een double-breasted altijd gesloten gedragen worden, tegenwoordig zie je dat steeds meer ook open gedragen worden. Kan ik je zo ook wel even laten zien, want dat heeft eigenlijk toch ook wel iets. En je ziet vaak bij dobbelbreast dat er een extra knoop aan de binnenkant zit. Waardoor die dus mooier aansluit. En dan krijg je een mooie schuine lijn, waardoor je uiteindelijk het meest slank eruit ziet. Appa, goed. We doen het trouwens gewoon tussen de bedrijven door dit allemaal. Dus je hoort wel wat cliënten op de achtergrond, die zijn bezig met een mooie opdracht. Goed, hier heb je een wat ander model zoals je ziet. Opvallender in de stof, ook weer een ruit. Kunnen we het zo ook wel even over hebben, een stukje sprezzatura, zoals dat dan weer wordt genoemd. Dus dit is een dobbelbreasted, meer gericht op de Napolitaanse stijl. Maar het belangrijkste wat ik eigenlijk wil laten zien is, moet ik mij dan nog verkeerd doen. Haba. Deze is een andere vorm, hè. Ziet er wat minder mooi uit. Deze zou ik voor mij nu laten maken toen je 10 jaar ouder was. Dus je ziet het volume is toegenomen, zo slecht. Deze heeft 4 knopen. Dat zie je eigenlijk tegenwoordig meer. Die 2 tepels, dat is een heel klassiek kwestie van smaak. Zou ik nu persoonlijk niet meer doen. Ik ga nu eigenlijk altijd naar dit toe. Hier zie je dan ook, omdat die wat lager zit, dat het revers, dat noemen we dan maar even dat Napolitaans, Florentaans, die is extreem breed. Dat kan, het is een kwestie van smaak, heb ik hier gedaan. En wat hier dan ook op zit, zijn patch zakken, dus opgestikte zakken. Eigenlijk gewoon boeren, goedkope zakken. Dus die draag je dan zo en deze heeft dan ook een dubbele split achter. Hou er wel rekening mee trouwens, sidestep. Als die revers heel groot is, dan wordt die nek natuurlijk ook wat groter. Hè? Dus je altijd rekening mee moeten houden. Dit soort dingen zie je dan tegenwoordig ook. Dan gaat die pop, maakt niet uit. Zie je ook wel dat mensen die gewoon open dragen. Dat brengt je eigenlijk bij een soort van stijl die vooral niet Engels is. Dat is echt een vrije expressie. Dus dat is meer voor de mensen die echt flaneren in een pak. Of gewoon totaal scheid hebben. Wat misschien eigenlijk het allerbeste is in de wereld. Hè? Dat zien we vandaag ook met de heer Poetin. Ik weet niet of ik daar naar voren of tegen ben, maar kleine sidestep. Dus dit is een ander double-breasted model. Waar zie je double-breasted eigenlijk het meest in gebruikt worden? Dat zijn dus echt de mensen die de pakken kiezen, maar ook heel vaak bij andere kledingstukken. Van de trouwkleding. Hier heb je natuurlijk een hele klassieke outfit. Het jacket. Gaan we ook een videootje binnenkort over maken. Hier begon een heel klassiek jacket. Deze heb ik voor Esther ooit laten maken. Vroeger kon ik mij gedragen, dan mocht ik daar langskomen. Dan had ik hier een heel bruut vest onder. Django Unchained, je kent hem nog wel. Ziet dus in het leer in die film aankomt. Hier heb je zelfs 10 knopen totaal. Puntrevers, dikke vette visgraat. Ready for war. Dat kan ook. En hier zie je bijvoorbeeld weer een ander double-breasted toepassing. Pak heb ik laten maken toen ik 18 was, ben nu 40. Dus dat gaat lang mee, hè? Kwaliteit. Dit is op dit moment de populairste outfit qua inspiratie. Staat ook gewoon in de etalage, ook op de website. Dit is een asymmetrisch vest.
Dus daar heb je weer 1, 2 puntjes die zo lopen. Wil je dit recht, wil je dit krom, kan dat ook allemaal. Kijk, wat je dus hebt, hier heb je meer een eigen stijl. Dus boem, hey, kijk mij eens. En draag je dan zo'n jas eroverheen, of je werkt met verschillende kleuren. Ja, dan krijg je veel meer persoonlijkheid. Het leuke is, je hebt natuurlijk nog steeds een donkerblauw pak. Dit kan je natuurlijk ook op een spijkerbroek dragen. Dus je kan door middel van zo'n vest heel veel mixen en matchen. Moet er misschien ook maar een video over maken. Laat ik je er nog even eentje zien. Kijk. Hier heb je datzelfde asymmetrische vest, maar in een heel ander materiaal. Dus dit is corduroy van Brisbane Moss. Hetzelfde model. Maar dan met gouden knoopjes. Ik krijg hem even niet dicht, ik vraag me niet waarom. Goed, met gouden knopen. Ja, een hele andere look natuurlijk. Of je het mooi vindt of niet, moet je zelf weten. Tip trouwens, als je een vest laat maken, loopt er die achterkant ook in stof. Als je die voering aan de buitenkant ziet, van achteren, ja, ben je een kelder, ben je een professioneel snoekerspeler, dan kan dat. Maar dan kan je hem gewoon veel draagbaarder maken, oftewel je kan hem vaker aan. Goed, voor de dames kan het natuurlijk ook. Dobbelbresten. Hou wel met enige rekening. Met dames. Dames, afhankelijk van de vormen, A-cup tot F-cup, hoe groter de borst is, hoe meer je dus een kromming hebt en die stof moet er schuin overheen. Dus hoe meer plooien je hier gaat krijgen. Dus daarom zie je vaak de Asian ladies de dobbelbreasted modelletjes dragen. En ook vaak in tweed, want dan ben je zelf heel fijn. De kleding wordt wat groffer, dat kan dan. Dan moet je altijd een balans in vinden. Dus hier heb je een damesvariant, klassieke blazer, 4 gouden knopen, petjakken. En dat revers, graag moet eens eventjes goed stomen. Dus dit was even gewoon een impressie van, ja, wat is double-breasted? Dus samengevat, double-breasted kan je gewoon dagelijks dragen. Het is natuurlijk wat prominenter. In principe draag je het gesloten. Draag je het open, dan ga je opeens, ja, laten we dat zeggen, met de paarse Jaguar met gele velgen de markt op. Misschien iets minder. Dus je moet heel bewust daarmee aan de slag gaan. Dus niet het advies om dat als eerste te doen, maar bijvoorbeeld als tweede, derde of vierde kostuum. Mijn naam is Jean-Paul. Wil je persoonlijk advies hebben, dan weet je ons te vinden. Ik wens je het beste. Mazzel.